Welkom bij de vraag van deze week. De gemeente Haarlemmermeer bestaat dit jaar 160 jaar. En de vraag van deze week heeft er ook alles te maken met de gemeente Haarlemmermeer. Na de drooglegging, die klaar was in 1852, ontstonden er al snel twee plaatsen. Kruisdorp en Velperdorp. In 1855 werden de namen van deze plaatsen al snel veranderd. In Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Hoofddorp was met het gemeentehuis wel het belangrijkste dorp van de gemeente Haarlemmermeer. Maar Batuverdorp, dat ontstond in 1930, was tot en met 1970 het grootste dorp van de gemeente Haarlemmermeer. Althans met de meeste inwoners. En onderschat ook Zwanenburg niet, dat in 1894 al ruim 1250 inwoners telde. Het kleinste plaatsje in Haarlemmermeer telt ook nu nog ongeveer zo'n 100 inwoners. Het is te vinden vlakbij Nieuw-Vennep. En de naam van het plaatsje is Het Kabel. De gemeente Haarlemmermeer bestaat uit 26 plaatsen, ook wel kernen of dorpen genoemd. En je bent heel erg knap als je al die plaatsen uit je hoofd weet te noemen. Nou ja, hoe ver zou je komen? Hoeveel plaatsen kunt u noemen die vallen onder de gemeente Haarlemmermeer? Nou, ik woon hier sinds kort, dus ik ben er nog niet zo van bewust wat er allemaal... Maar een paar plaatsjes is mij wel bekend, ja. Nieuw-Vennep volgens mij, Hoofddorp, Amsterdam, niet? Nee, Haarlem. Tot zover gaat het wel een beetje. Krukjes? Voor de rest weet ik het denk ik niet. Nee. Nieuw-Vennep. Vijf huizen? Ja. Denk, wat ligt er nog? Hoofddorp. Hoi. Aalsmeer, zei je dat al? Nee. Aalsmeer? Zwanenburg ook, of niet? Nou, dat is erg onduidelijk voor mij. Haarlem, Leinden. Wat zegt u? Leinden. Haarlem, denk ik. Batuverdorp, ja, ook. Heemstede. Die buurt, denk ik, is een beetje. Is, ja, vijf huizen volgens mij. Nieuw-Vennep. Moet ik even denken, Zwanenburg. Nou, dan begin ik al overvraagd te worden. Nou. Nou, je komt aardig ver. Ik weet niet hoeveel er precies zijn in totaal, maar... Er zijn er 26. 26? Dan heb ik er nog wat te gaan, geloof ik. Vijf huizen. En Zwanenburg. Nieuw-Vennep. Rijzenhout. Wie heb je nog meer? Laatst naartoe gefietst zijn. Aalsmeer. Ja, oké. Okay. Aalsmeer niet. Weet jij dat? Hoofddorp is in ieder geval eentje. Ja, Hoofddorp. En dan Nieuw-Vennep. Lillegroen, toch? Ja, Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Hillegom denk ik zo. Vijf huizen. En Batuverdorp, Zwanenburg, dat soort dingen. Nieuw-Vennep, Hoofddorp, Abbenes, vijf huizen, Lissebroek, Leinden volgens mij.